U bent bij het Pandje 4, Stichting Connect, op de Dreefvier. Wij zijn van het BPT Vrederus, het buurtpreventieteam. En wij zijn hier gevestigd met onze BPT, dat wij vanuit hier opereren in de wijk Gaardes en de Dreven. En BPT is buurtpreventie? Is het buurtpreventieteam en dan voor Vrederus. En wie ben jij? Ik ben Sandra Coquet. En jij bent? Ik ben Shirley Abdul. Ja, wat houdt het precies in? Wat doen jullie precies? We lopen door de wijk en we kijken van onder, hoe zeg je dat, kapotte straten, lantaarns, kapotte tegels, gevaarlijke situaties. Weet de gemeente ook dat jullie hier rondlopen? Ja, we hebben een convenant samen met de gemeente, waar dus getekend is dat wij officieel een buurtpreventieteam zijn hier. Wij krijgen daar ook subsidies voor om onze onder andere deze jassen of de porto's of de zaklampen die we nodig hebben, vooral in de winter, omdat het dan best wel laat is. Hè, of, en donker. Daar worden we in gefaciliteerd. Perfect. Om even een voorbeeld te noemen, dat is een tijdje geleden bij wijze van spreken. Was de brug bij de ambachtsgaarde zwaar beschadigd en was een gevaarlijke situatie voor de kinderen, omdat daar de twee basisscholen zijn. Dus ja, dan kunnen wij natuurlijk als buurtpreventieteam natuurlijk daar gelijk actie op nemen voordat er dadelijk ongelukken gebeurden daar. Want dat kwam dus door heel zwaar vuurwerk wat op de brug is geëxplodeerd, waar dus de brug zodanig beschadigd was. Ja, dat het eigenlijk geen wenselijke situatie meer was voor de kinderen daar. Nou is het zo dat er in deze wijk veel op stapel staat. Hè? Er gaat gesloopt worden, er komt nieuwbouw. Ja, dat zorgt voor ook wel een beetje vaak overlast. En mensen worden een beetje bang of dichtgetimmerde panden en zo. Ja. Denken jullie dat jullie daar ook een rol in gaan spelen? Ja, zeker. Zeker. Ik denk dat wij dan heel druk gaan krijgen. Want ik denk dat wij... er zijn natuurlijk sommige mensen die dan moeten verhuizen. Zoals je al weet, de meeste mensen die gaan verhuizen, die gaan dan pas de huis opruimen. En die komen dan spullen tegen die ze dus niet willen meenemen. Dus dat belandt allemaal op de straat. Ik heb wel begrepen dat de woningbouwverenigingen dus grote containers gaan neerzetten. Om te proberen om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Hè? Dat de bewoners de mogelijkheid krijgen om het in de containers te gooien. Mooi. Nou is het zo dat jullie gaan dadelijk patrouilleren of rondlopen. Hoe gaat dat? Kun je dat een beetje uitleggen? Hoe groot is het rondje wat jullie maken? Het hangt er vanaf met hoeveel deelnemers we zijn. Dan gaan we ze verdelen in twee groepen. En als het een klein groepje is, dan gaan we met z'n allen lopen. En dan beslissen we samen waar we gaan lopen en hoe we dat aan gaan pakken. Dus, En zijn er bepaalde plekken waar je wat vaker komt dan op andere plekken? Bijvoorbeeld bij het winkelcentrum of dat daar misschien wat meer problemen kunnen zijn? Ja, nou ja, we proberen zoveel mogelijk alle straten te hebben. Dus als bij wijze van spreken, als je al ergens heen gelopen hebt die week erop, dan is het natuurlijk ook slimmer om eens een keer naar een andere straat te kijken. Hè? Dat je niet altijd hetzelfde rondje gaat lopen. Het is nu tijd voor nieuwe leden. Ja, en dus als er iemand zit te kijken en die denkt van nou, ik kom uit Builust, Vrederust, ik wil best misschien meedoen. Wat zou je dan tegen die persoon zeggen? Nou, kom maar naar vrijdagavond om 6:30 naar Pandje 4, No Connect. En welke straat? De Dreefsvier. Dus ja. Je bent van harte welkom. En dan is het hier ook een beetje gezellig? Het is een leuke groep. Het is een hartstikke leuke groep. Ja, het is een hartstikke leuke groep. Dus, ja, we hebben verschillende nationaliteiten. Het is niet één nationaliteit. We zijn echt van alles vertegenwoordigd, gelukkig. En ik zeg altijd tegen de mensen van joh, loop even één avond met ons mee. Kijk of dat het iets voor je is. En als je bereid bent om te zeggen van nou, ik vind dit wel iets en je vindt het hartstikke gezellig om met ons mee te lopen, ik zou zeggen van dan ben je welkom en dan kan je gewoon beschikbaar zijn. Het is niet een verplichting om elke week vrijdag natuurlijk te lopen. Het is wel, het is wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend natuurlijk, want je gaat wel een soort afspraak aan. Maar het kan natuurlijk altijd gebeuren dat iemand een keer een vrijdag niet komt. Dus het is niet dat je er gelijk helemaal zo aan vast zit van, oh, ik kan een vrijdag niet, dus ik heb problemen. Dat is het niet. Nou, in ieder geval mooi om te horen. Dus jullie staan open voor nieuwe leden. Ja. Ik wil zeggen, bedankt voor het interview. En veel succes. Ja, dankjewel. Ja hoor.